De andere functie die we dan nog hebben, dat gaat over de price alerts, waarbij je in de chart een alert kan zetten en zodra deze prijs geraakt wordt, krijg je een notificatie binnen de app, via de e-mail of op je mobiele telefoon, wat je zelf wil, kun je instellen. Je kunt er een geluidje aan koppelen, je kunt er een notitie aan toevoegen, die krijg je dan ook netjes in de e-mail te zien wat je notitie was. En zo kun je dus ja, de prijzen goed in de gaten houden. Nou, hoe ziet zo'n e-mailnotificatie er dan uit? Kom op. Daar is die. Dan ziet het dan zo uit. In de e-mail krijg je dan een overzichtje. Dit is dan een uitgevoerde trade. Dan krijg je te zien wanneer die was uitgevoerd, tegen welke prijs. En ook heel handig. Krijg je dan een chartje met ja, waar dat dan precies is uitgevoerd.